Groningen heeft met een oranje bal afgetrapt en weet dat PSV de laatste 5 competitieduels met Groningen in Eindhoven gewonnen heeft. En daarin scoorde PSV gemiddeld 5 keer. Belooft een leuke wedstrijd te worden met aan de kant van Groningen geen Boussabon. Hij kwam 3 keer te laat en is uit de selectie gezet. Wel zien we Arjen Robben en die gaat vanaf volgend jaar, is de bedoeling, 5 jaar spelen voor PSV. Zijn ouders hebben hier in Eindhoven al gekeken naar een huis. En na de wedstrijd zal Robben een biertje of misschien een koffie of een frisdrank gaan drinken met de trainer van PSV, Erik Gerets. Tweede minuut wedstrijd voor het eerst dat de vleugel van PSV wordt gebruikt. Dalma die onderuit gaat. Het veld is zwaar, maar bespeelbaar. Dit is gevaarlijk. Dan moet Beukenkamp handelend optreden. Dan is er direct druk. En rumoer van de zijkant van PSV-kant. Beukenkamp. De overtreding van Florijn hield Rommedaal vast. Nikiforov mee naar voren gekomen. Bauma met de trap. Die lijkt wat ver. Wordt verdedigd. Dan half geraakt. Dan moet dit een doelpunt worden. Maar er zijn 3 mensen die vergeten te schieten. Nikiforov was de laatste. Nikiforov. Veel beweging nu voorin. De kant van PSV. Beugeloen niet zo lekker aangespeeld. Daar een balverlies. Hugo. Goed weggedraaid. Meegegeven aan de snelle Touhouteru. Sneller dan Nikiforov. Touhouteru met de openingstreffer. Nee, hij raakt die bal volkomen verkeerd. Eerste grote kans van de wedstrijd. Hij is voor Groningen. Slecht gedaan van Touhouteru. Daar gaat Rommedaal. Florijn krijgt een moeilijke avond. Beukenkamp waarschijnlijk ook. Ooyer. Direct weer balbezit voor PSV. Lucius. Van Bommel. Aangetikt door Broersen. Natuurlijk een overtreding. De verzorger gaat richting doelman Beukenkamp van Groningen. Die heeft serieus last aan zo te zien zijn rechter bovenbeen. Of misschien wel zijn lies. Beukenkamp moet gewisseld worden. Zijn vervanger, Egbert Tarwinkel. Ooyer. Daar komt weer een golf van PSV. Die de kust nog niet bereikt heeft, maar ze komen nu in de buurt. Tweede hoekschop PSV. Florijn gaf de dekking en de hoekschop weg. Rommedaal, daar komt de doelman weer. Darwinkel, die heeft het gelijk druk. Heinze buitenom. En daar is het eerste doelpunt. 16 minuten gespeeld. Ooyer maakte. Opnieuw de dreiging van de zijkanten. En mee naar voren gekomen. En gescoord. André Ooyer. Bauma. Groningen neemt over met Allach. Hugo. Ooyer daadkrachtiger dan Hugo. Rommedaal. Achterin vraagt Bauma. Allach. Voorkomt dat Bauma tot een doelpunt kwam. Hugo. Lucius. Zijn prima vervanger gebleken van Bommel. Is dat nu ook van Vogel? Rommedaal met de voorzet. En daar is de 2-0. Wat een prachtig doelpunt zeg. Wilfred Bauma. Het belooft een heerlijk avondje te worden voor PSV in de aanhaal. Schitterende voorzet, heerlijk ingeknikt. Darwinkel kansloos. Nu al 2-0. Elsjof. Van Gessel. Matthijs. Dit wordt gevaarlijk, want Matthijs is nu centraal achterin daar weg. En Rommedaal is razendsnel. Rommedaal met de 3-0 voor PSV. Jawel, 28e minuut. Het is een 6e alweer deze competitie. Het begon natuurlijk met die fout van Matthijs. En dan in de 6e versnelling de Deen Rommedaal met een heerlijke stift. Mickey voorop. 2 mensen naar de bal. Vennegoor en Rommedaal, die laatste verlengt op zijn landgenoot Beukeloend. Beukeloend richting eerste paal. Touhouteru. Pas op jongen. Florijn. Dat ziet er ongelukkig uit.
dit is ook heel ongelukkig. Fennegor pikt op. Goeie voorzet. 4-0. Jawel. 4-0. 31ste minuut. Nu is het Ramsey die mag scoren. Weer een fout achterin bij Groningen. Zo wordt het PSV wel heel makkelijk gemaakt. Je zag het aankomen. Het klungelen van in laatste instantie Florijn. En helemaal vrij staat hij hoor. Adil Ramsey. Frans Schrijver en Joop Gal zijn verantwoordelijk voor de prestatie van Groningen vanavond. Dwight Lodewijk is ziek thuisgebleven. Elschot. Er is maar één man voorin die kopduels kan winnen. Dat is deze Martin Drent. Vleugelverdedigers zijn klein. Wel handig, maar klein. Drent. Daar is een van die kleine mannen toe. Teru, Hugo, Drent. Ja, eindelijk dan een kans voor de spits van Groningen. Heugelund. Bommel biedt zich aan. Ramsey komt naar de bal. Matthijs zet hem van die bal af. Van Bommel. Van Bommel. Weer een fout. Weer een doelpunt. Weer een fout. Maar geen doelpunt. Vennegor schoot. Darwinkel met de redding. Beukelund. Vennegor moet een sprintje trekken. Dat is niet een van zijn voornaamste kwaliteiten. Maar hij weet die bal nog binnen te houden nadat hij Allag gefopt heeft. Daar is Van Bommel. En daar is de 5-0 in de extra speeltijd. Ramsey maakt zijn tweede. Ramsey speelt sowieso een hele goede eerste helft hoor. De werklust van Vennegor wordt beloond. Bij Van Bommel gaat het nog mis. Maar bij Ramsey zijn we halverwege de 10. Uur gespeeld. Het eerste kwartier van de tweede helft heeft helemaal niets opgeleverd. Daarom heeft Erik Gerrits ook ingegrepen. Schakel Kiets in het veld gekomen voor Jan Heijnsen. Wilfred Bouma is linksachter gaan spelen. Optisch wel wat druk van PSV, maar minder strijd. Ja, nu wordt er een duel gewonnen en is het gelijk bijna een doelpunt van Mark van Bommel. Van Bommel. Daar gaat Rommedaal. Staat geen buitenspel. Kaats prima met Vennegor. Maakt hij dan eindelijk zijn doelpunt. Ja hoor, hij heeft er ook één te pakken. Zijn 10e dit seizoen. Jan Vennegor Hesling brengt de stand op 6-0. Buitenspelval gaat een beetje open, maar niet echt lekker. Uitstekend gekaatst door Rommedaal. Nee, geeft de spits de mogelijkheid om ook zijn doelpuntje mee te pikken. Allemaal lachende gezichten vanavond in het PSV-kamp. Bouma, Ramsey, Lucius, Bouma. Allag met Vennegor. Vennegor legt terug op Van Bommel. Ja, dat was lekker gedrukt dat schot. En ook prima panklaar neergelegd door Vennegor. Gakko Kietse. Broersen kopt weg. Bouma. Gakko Kietse. Vennegor naar de eerste paal. Daar komt Lucius. En Darwinkel met het handje. Iedereen wil scoren en ook bijna iedereen komt aan de beurt. Lucius net niet. 82ste minuut. Slechte paas van Aljer. Touteru, Drent let niet op. Van Bommel altijd wel. Geen buitenspel voor Vennegor. Wordt dit zijn tweede van de avond? Ja. 7-0. Het record tegen Groningen. Hebben ze te pakken. Het is een keer 6-0 geweest, een keer 7-1, maar nu dus 7-0 voor PSV. Dankzij het tweede doelpunt van de avond van Jan Vennegor op Wesseling. Ga ik ook iets. Blok van Gessel en Elschot, dat was wat te veel voor Gakko Kietse, die nu wel makkelijk die bal weer herovert. Van Bommel. Van Bommel! Schitterend geplaatst, zegt dat schot. En wat stond hij weer uitstekend opgesteld. Mark van Bommel. Gakko Kietse. Uitstekende bal zeg op Marquinho. Braziliaan die graag zijn actie maakt. Florijn tegenover zich. Daar komt die actie van Marquinho en daar verrast hij bijna Darwinkel. De Braziliaan met de hoekschop die indraait en de kopbal van Vennegor op Hesselink die zo zijn derde maakt. Een hat-trick voor hem. Uitstekende hoekschop en Darwinkel zit daar behoorlijk mis hoor.
En dan het laatste fluitsignaal. 8-0 is de eindscore. Dat is de grootste overwinning van PSV op Groningen. Gerrits krijgt een handje van Hans Schrijver. En hij, ja, Egbert Darwinkel.